Ja, hij is om 10 uur naar huis gegaan. En 's morgens, toen kwam er een broer van mijn vader aan de deur. Hij zegt, Kees, de polder staat onder water. Ja, zei mijn vader, maar dat zal zo vaart niet lopen. En toen ging die om, die ging kijken. En die woonde eigenlijk vlak waar de weg naar beneden ging, waar het water stond. Toen kwam hij terug. Hij zei, Rie, dat zit helemaal niet goed in de polder. Hoor. Hij zegt, want daar is al een vrouw. De vrouw van Jantje Rauts, die is in een kast aangekomen met 2 kinderen erin en alle 3 dood. Ja, Kees woont ook in de polder. Ik denk, hoe zou dat nou toch gegaan zijn? Dus nou komt daar een man, die bracht vooral die slachtoffer, bracht die klompen. Dus toen zei die, Kees is er hoor. Hij zei, Kees is er, maar die andere waren ook nog niet. De andere dag zijn wij dan, toen was zijn moeder gevonden met zijn opa. En toen moesten wij dan naar het bejaardenhuis, lagen die in de eerste instantie onder lakens. En dan, ja, toen kwamen we daar aan en er was een, ja, het waren nog nonnen toen. Toen zei ze, heb je een bewijs dat je mag kijken? Ja, ik zeg een bewijs, om aan je moeder te kijken moet je hier een bewijs hebben. Ik werd gelijk heel opstandig, ondanks mijn 17 jaar toen eigenlijk. Ik zeg, moet je nou hier een bewijs hebben om naar je moeder te kijken? Nou ja, dan doen ze die lakens weg en dan zie je daar die moeder en die opa liggen. Ja, dat zijn verschrikkelijke dingen. Als je daarover nadenkt, ja, daar word je nou nog gewoon emotioneel van.